Ze zijn er weer, cijfertjes van het CBS over jeugdcriminaliteit. Gelezen? Ja, gelezen. En wat we daar aan zien is dat de jeugdcriminaliteit steeds meer daalt. Nou ja, de cijfers zeggen dat het aandeel van de allochtone jongeren en de jeugdcriminaliteit is gestegen. Dit is WODC, hè? Dit zijn dus wetenschappers die dit uitspreken. Verder bestaat het vermoeden dat allochtone jongeren zich minder bezighouden met cybercrime, terwijl de criminaliteit door autochtone jongeren zich wel steeds vaker afspeelt op het internet. De pakkans bij cybercrime is mogelijk kleiner, waardoor autochtone jongeren vaker dan allochtonen de dans ontspringen. Ja. Dat is wel knap gevonden hoor. Kijk, wat ze hiermee willen zeggen is dat ze zeggen wij hebben de cijfers gezien en we betreuren het ten zeerste. Laten we het even hard zeggen. Een van de oorzaken is dat het ook te makkelijk is om een delict te plegen. Daarom bepleit ik ook dat de politie beter wordt in het pakken van deze jongens. Want als ik even mag inhaken, want het makkelijk is om een delict te plegen, ja, dat is voor een autochtone jongere natuurlijk net zo. Jawel, maar goed, je ziet in de verklaringen dat de omstandigheden van iemand bijvoorbeeld een oorzaak kunnen zijn. Je krijgt cijfers van CBS, daar valt weinig aan te tornen en dan neem je dan zelf een loopje mee. Dan nemen ze zeker een loopje mee, ze spreken een vermoeden uit en dan zou ik zo zeggen, doe dat vooral niet. Vooral niet als WODC zijnde wat regelmatig op verzoek van de regering met rapporten komt. Zo stel je al die rapporten toch wel een beetje in een raar daglicht.